Ik ben docent en filmer. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Vandaag zijn we nieuwsgierig of we nog een beetje zouden kunnen studeren, maar dan zonder schoolgeld te betalen. Ja, het is wel echt heel lang geleden, maar wat ik nog wel kan herinneren, zeker de eerste dagen, niemand kent elkaar. De leraar hebben geen idee wie nou echt de studenten zijn. Nee. Dus ja, als je nou gewoon een beetje als student daar een beetje bij gaat zitten, dan ga ik ervan uit dat je gratis een studie kan volgen. Ja, dat denk ik ook. Eén ding wat ik wel denk is dat, ja, als je in een klas komt met 30 leerlingen, dat ze misschien ooit Gierige Gasten hebben gezien. Dus ze hebben wel een klein vermommingje nodig. Kleintje. Ik zie allemaal artikelen van voorgaande items. Ja, we hebben petjes, we hebben neppe wenkbrauwen, snorren. Oh jezus, maar dit is wel echt, echt. Ja, kijk, dat het slecht is, is niet erg, maar het moet wel gewoon 4 uur lang goed blijven zitten. Dit is toch geen vermomming? Even serieus, wat voor snor is dit? Zullen we het gewoon eerst even kijken hoe het staat? Ik heb nog nooit zo'n student gezien, hoor. Ja, jezus, gast, ik lijk wel een oma. Wat is dit voor kapsel, gast? Doe een petje op. Dit is wat het is. Dit is niet wat het is. Het is tijd om wat kennis op te doen, jongens. Ja, we gaan met haar mee. Is dat geen docent, hè? Goedemorgen. Of wacht, misschien met hem? Even vragen. Hey, volgens mij zitten wij in dezelfde... klas, toch? Sorry? Heb je gezien met intro week? Nee, ik ben tweede jaar. Oh, je bent serieus? Oh ja, nice. Je bent eerste jaar. Ja. Nou, deze is gewoon pakken ergens, hè? Ik zou niet zo veel in Amsterdam, maar ik denk het niet. Sorry. Joost. Steven, dat is onze verdieping. Jezus. Welke opleiding hebben jullie? Bedrijfskunde. Eerste jaar ook, toch? Vierde jaar. Vierde jaar, nice. Nou, bijna klaar. Ja. Nice. Oké. Okay. Ik heb nog een tafel die ik even in hier heb. Oké. Is het leeg? Ja, die is leeg. Jet? Ja. Angel? Ja. Ik even je naam roepen. En zit er nog iemand van hieronder? Ja, jouw naam zat er niet tussen, toch? Staat Joost Krijma op de lijst? Ik heb hem niet gehoord namelijk. Oké, bij deze. Oké. Ja, zeker. Deze is hier alleen de zes, hè? En ik ben Pieter. Ik ben docent en filmer. Filmer? Nee. Ik zit in een filmles. Eigenlijk gaan we ons bezighouden met film, maar ook met media. Komt YouTube ook aan bod? Ik had een artikel gelezen dat YouTube de toekomst van... Ja, interessant. Ja, op zich niet per se als groot onderwerp, maar... Maar het komt wel links en rechts een beetje voorbij. Het is natuurlijk wel ook iets wat superbelangrijk is bij jongeren en waar je naar kijkt. Ja. Dat je informatie vandaan haalt. Is de lijn goed gezet? Ja. Ja? Hoe heet je? Hoe heet jullie? Martijn. Jullie zijn onze... Medestudenten. Ja. Hoezo medestudenten? Ja, ik zou... Ja, ik heb een haartransplantatie laten doen, dus ik... Het is nu een beetje aan het kosten, dus ik dacht, ik doe een pruik en ik had niet genoeg geld voor een goede. Klinkt ook genoeg. Is dat ook met sterkte? Dat is ook met sterkte. Maar... Ja, dat is gewoon iets anders uit. Even in groepjes van de man. We nemen mee camera en kastenkaart. En een pasje, dat goed. We noemen ook even de kaders. En, extra opdracht, in een medium of een close-up, stel je jezelf even voor. Ook camera. Nou, gaan we dan. Spannend, jullie horen bij ons? Let's roll out. Yo man. Wat zeg je? Hoe bedoel je serieus? Gewoon, jullie hebben een pruik, toch? Nee, joh. Pruik? Hoezo denkt iedereen dat wij een pruik hebben?
Hebben jullie ook een cameraatje of een microfoon? Hartstikke leuk. Mag ik een HAVO dan? HAVO. Ja, maar. Maar wat doen jullie dit? Gewoon programma of zo? Wat is dat? Ja, dus ik vind onze klas niet meer zo relaxed. Ik vind onze klas niet meer zo leuk. Dank jullie wel dat jullie gewoon niks hebben gezegd al die tijd. Ja, maar volgens mij heeft de lerares nog niks door. Nee, maar die hebben we ook nog nooit gezien, dus je hebt geluk. Ja, ze hebben niks door, hè? Echt? Oh, je hebt het van Dennis. Wat? Hij is van hier je programma. Ja, dat is ik doe mijn mondkapje wel. Ja, laten we die opdracht wel serieus nemen. Wat vinden jullie een leuk kader? We moeten één keer een kikkersperspectief proberen. Dat je dan zo filmt. Oké, dus nu hebben we één kikkerperspectief. Dit is kikkerperspectief. Hoi, ik ben Martijn. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben net verhuisd naar Amsterdam. Ik ben Joost. 35 jaar oud. Ik ga even puntjes scoren bij mijn lerares. Dag juf, ik zou graag iets willen laten zien. Ik hoop dat dit voor extra punten gaat zorgen. Ik heb het namelijk een paar keer gezien met videoclips. Ik vind een hele vette stijl van filmen. Hier komt ie. Zou jij hier kunnen staan? Een beetje rappen. Shout-out naar Jonas Beck, de reden waarom ik cameraman wil worden. Frames Productions, dikste video's, clips in de biz. Ik denk dat we alle shots hebben, jongens. Ik denk dat we het hebben. Gedaan. Lekker gedaan. Ik hem aan. Ik vind dat wij echt een topprojectgroepje zijn. Hoi, ik ben Martijn. Ik loop een heel mooi jaar. We gaan met z'n allen. En dat we er veel van mogen opstellen. Dag Jeff, ik zou graag iets willen laten zien. Ik hoop dat dit voor extra punten gaat zorgen. Ik zie er een. Joost, even serieus. Hoeveel opleidingen heb je hier? Ja, 20 minimaal. En hoe bizar toevallig is dan dat wij in de eerste dag van de eerste klas van de opleiding komt. Een filmles. Wat wij hebben gevolgd, ja. Waar dit uit is ontstaan is. Maar goed, ik voelde me wel voor het allereerst het slimme jongetje in de klas. Dat dacht, hey, ik weet gewoon alles wat jullie vragen. Wat is een medium shot, wat is een wide shot. Ik weet het allemaal. Ja, dus lang verhaal kort. Heb je nou geld voor een studie? Wil jij heel graag studeren? Dan kan dat. Volgende week zijn we gewoon weer terug. En zie je dan. Later. Hey, dat is de pen. Nee, dat is nog zij. Dat slimste jongetje in de klas is toch niet zo heel slim? Dat is toch gewoon een pen omhoog? Is dit? Oh nee, dit is een tilt. Ja, dit is een tilt. Nee. Ja, eerst gelijk.